Asko Schoenberg is een ensemble voor moderne muziek. Het leuke aan in een ensemble spelen is dat er dingen van je worden gevraagd die je zelf niet had kunnen bedenken of waar je zelf niet mee bezig bent. Wij zijn daar voor de muziek van een ander. En bovendien is het heel inspirerend, want als je zoveel muziek langs hoort komen van verschillende componisten, inspireert het je ook om zelf, als je met je eigen muziek bent, heel veel verschillende soorten klank te maken. Ik ben David Kweksilber, ik speel saxofoons en klarinetten. Ik maak mijn hele leven lang al muziek. Ik kom uit een muzikaal nest waarbij mijn moeder zong en mijn vader piano speelt. En ik wou ook zelf klank maken, dus ik ging al snel improviseren achter de piano. Klassieke muziek en jazz en impro, dat is wat ik doe. We zijn hier in het muziekgebouw aan het IJ tijdens het Holland Festival. Een fantastische plek en een fantastische occasion voor iets heel erg moois. Want wij spelen hier met Asko Schoenberg deze dagen de muziek van Sakamoto, gearrangeerd en geherstructureerd door Kort Zaya met dit ensemble. In de 20e eeuw is er zoveel nieuws ontwikkeld en daar wordt nu zoveel op voortgeborduurd. En natuurlijk, er is nu van alles nieuw, maar er was toen ook nog van alles nieuw nieuw. En dat verdient nog steeds onder de aandacht te worden gebracht. En dat wordt in nieuwe jasjes verpakt en dat wordt op nieuwe manieren overgebracht. Asko Schoenberg neemt dus ook Sakamoto voor zijn rekening en nodigt Kort Zaya uit om dat voor ons te toonzetten. In deze productie speel ik klarinet en basklarinet. En stelde ik voor aan de componist of hij misschien interesse had in effecten die ik aansluit op mijn instrumenten. Want dit is heel erg synthpop muziek met veel elektronische geluiden. En daar ben ik zelf ook hartstikke dol op en dat is ontzettend leuk om dat op een blaasinstrument aan te sluiten. Ik heb effecten als voetpedalen, zoals gitaristen die ook gebruiken. Zo heb ik een vintage Oberheim VCF 200 pedaal. Ja, een envelope filter. En die kan je fantastisch gebruiken als auto-wah. En als je die aansluit op je basklarinet of je klarinet, dan heb je zo'n fantastisch expressiemiddel erbij. Want dat kan je niet voor elkaar krijgen met je embouchure alleen. Dus die elektronische toevoeging, dat brengt gewoon een wereld van klankmogelijkheden en van karakter mee. Wat ik persoonlijk het leukste eigenlijk aan muziek maken vind, is je oren gebruiken. Dat kan, die kan je namelijk op een heleboel verschillende manieren, zo moet je die inzetten tijdens het musiceren. Als je een Brahms quintet speelt, dan moet je zelf, qua klankproductie op je klarinet, ben je op een hele andere vloeiende manier bezig dan dat wij hier nu met deze muziek van Sakamoto bezig zijn. Die muziek die we nu spelen, die is synth-poppy disco beats. Dat is geen muziek waarbij je in de klank rustig erbij kan komen. Je moet meteen je plekje pakken in de klank, want het moet in de groove zijn. Dus dat en je oren daarin gebruiken, betekent ook heel erg bewust zijn van, in mijn specifieke geval als klarinetist, dat mijn lijf dat dan maakt op dat moment. Die oren, die zijn ons grootste instrument. Met deze muziek is het heel belangrijk om je geluidsproductie meteen daar te hebben, want dat is waar de beat zit. Het is onvermijdelijk dat als je luistert naar zoveel verschillende dingen, dat die in je eigen muzikale projecten ook langskomen als inspiratiebronnen. En ik doe ook eigen projecten. Ik ben nu ook met iets bezig. Met ook grooviness erin. En ook melancholie erin. En ook fragiliteit erin en van alles en nog wat. Dat kan in disco, maar het kan ook in kamermuziek. Het was voor het eerst weer voor het publiek sinds anderhalf jaar. Ik was niet vergeten hoe het was met het publiek, maar het was wel bijzonder. En het fijne is natuurlijk dat na afloop het gedeelde plezier van publiek en muzici, want we luisteren allemaal, wij spelen toevallig tegelijkertijd, maar we luisteren allemaal. En dat gedeelde plezier, daar doe je het überhaupt voor natuurlijk. Want als muzikant kies je die expressievorm omdat je ervan geniet om daarin te delen.